Goedemiddag en welkom bij aflevering 2 van het elftal van het jaar van Voetbal International. We hebben de keeper gehad, Mike Maignan hebben we gekozen. En nu is het tijd voor de rechterverdediger. En we gaan discussiëren met Jarno Verwij, Bas van der Hoven en Suleiman Öztürk. Zullen we gelijk jullie nominaties voor de rechterverdediger maar erbij pakken? Kom maar op. En dan zien we Trent Alexander-Arnold nog een keer en Trippier. Suli en Bas hebben voor Arnold gekozen en Jarno voor Trippier van Newcastle. Interessante keuzes. Suli, wat is je eerste reactie? waarom Trippier? Je moet soms ook verrassen. Ja? En soms pak je ook van, wat is nou als je Newcastle United, dat maakt de indruk. Ja? Nou, dan zoek je naar een persoon waarvan je denkt van, nou weet je, de verpersoonlijking ervan. Ja? Het is niet op voorhand mijn favoriete back, want dat is eigenlijk Trent veel meer. Die aan de binnenkant speelt, dat doet Trippier iets minder. Maar ik vind hem wel heel bepalend voor Newcastle, dus dat neem ik wel mee. Suli, ik ben verbaasd door jouw reactie, want jij bent altijd lovend over Trippier. Jij geniet van hem. En je doet net als... je doet net alsof Jarno gek is. Nee, ik doe niet of Jarno gek is, maar ik heb natuurlijk me ingelezen, maar ik heb ook gewoon alle wedstrijden bekeken. En natuurlijk, Trippier, Walker, Trent, en zo kun je er nog 10 opnoemen. Ze hebben bij Newcastle ook een rechtsback, die zetten ze gewoon nu op links neer, omdat ze Trippier hebben. Livramento. Maar Newcastle heeft een topseizoen achter de rug, hè? Topseizoen achter de rug en Liverpool wat minder. Maar ik vind, Trent is in half april, is er wat gebeurd met Trent Alexander-Arnold en dat weet Bas ook. Klopp dacht, die jongen die heb ik nou de eerste 6 maanden van dit seizoen heb ik hem echt rechtsback laten spelen en op laten stomen. En wat hij altijd heeft gedaan, hij heeft Kvaratskhelia tegenover zich gehad, is hij weggespeeld en nog een aantal linksbuiters. Maar hij heeft maar 50 balcontacten. Wordt het te lang? Nee, helemaal niet. Hij heeft maar 50 balcontacten per wedstrijd. Weet je wat? Ik laat hem eens een keer in het middenveld opschuiven, zoals dat bij City doen en zoals dat bij Brighton gebeurt. Laat ik ook eens meegaan met mijn tijd. Dat heeft Klopp gedacht. Ja. En sindsdien is Trent Alexander-Arnold een sensatie en een van de allerbeste creatieve verdedigers ter wereld. Zo niet de beste. Eens. Ja, weet je wat je ook meeneemt? Van hoe bepalend is hij voor een elftal? Dat is hij natuurlijk ook. Maar ik denk dat Trippier het belang van zijn aanwezigheid voelt voor mij net iets groter ten opzichte van Trent bij Liverpool. Oké. Okay. Mooier is om dat naar te kijken. Ja, maar omdat bij Newcastle het gevaar minder van alle kanten komt, zeg maar. Bij Newcastle zijn ze wel erg afhankelijk van Trippier, ook voor de creativiteit. Ja. Nou, Anthony Gordon natuurlijk op links, ook wel belangrijk geworden. Alleen ja, dat middenveld, ja, met Longstaff, heeft veel loopvermogen, maar het is natuurlijk niet per se creatief. Ik vind Alexander-Arnold in het open spel nog wel een stuk bepalender. Het is, als je zeg maar een ploeg hebt met een goede nummer 10, zodra die aan de bal komt, naar Paqueta bijvoorbeeld bij West Ham, dan veer je wel een beetje op. En dat idee heb je nu bij Alexander-Arnold ook wel bij Liverpool. Nog meer dan dat hij echt op die flank speelde. Ik ben wel benieuwd waar hij gaat spelen tijdens de EK. Ik hoop als middenvelder. Ja, dat kan ik je vertellen. Ik heb Gareth Southgate uitgebreid gesproken. Walker staat rechtsback en Trent staat op het middenveld. En Trippier moet voor de linksbackpositie gaan vechten. Dus die staat in de nationale ploeg waarschijnlijk linksback. En er zijn dan nog meer gegadigden. Maar ja, er zijn zoveel rechtervleugelverdedigers. Maar er staan dus bij Engeland straks op het EK 3 rechtervleugelverdedigers in de basis, waarschijnlijk. Dat is een heel gek idee. Dat zegt veel over Gareth Southgate en dat zegt veel over Jarno Verwij. Wat zegt dat over mij? Omdat jij ook voor Trippier hebt gekozen in dit elftal. En ik weet zeker dat de kijker voor Trent heeft gekozen. 100%. Ik sta alleen in deze situatie. Dus inderdaad. Ja, 58% maar kies voor Trent Alexander en 42% voor Trippier. Dat valt me nog mee, eerlijk gezegd. Maar als je want we hebben de data natuurlijk niet. En dat is maar uit mijn hoofd, denk ik, als ik het algoritme vraag de data te leveren. Dan komt er nu uit, Trippier levert wel de meeste... Maar die creëert wel de meeste kansen in de Premier League waarschijnlijk. Ja. Alleen nu Trent met zijn nieuwe rol. Hij is gewoon de speler die het meeste balcontact heeft bij Liverpool. En dat jij hebt altijd nog een vierkant van het middenveld. Hè? Dat vind jij geweldig. En dat gebeurt daar natuurlijk ook bij Liverpool. Ja. Met Szoboszlai die erbij gekomen is. Met McAllister die... McAllister? Heet hij McAllister? Ja, zeker. Ja, zeker. McAllister die erbij... Kevin. Kevin McAllister die erbij gekomen is. Dus dat functioneert nu ook met Van Dijk die natuurlijk terug is van een blessure. Dus bij Liverpool staat nu weer een echt goed middenveld dat ook druk weet te zetten op de helft van de tegenstander. En Trent helpt erbij dat zij dat die opening die vallen, dat die ook aangevallen worden. Want ja, hij kan vanuit het niets tak Salah lanceren of Luis Diaz lanceren of Nunez lanceren of een van de middenvelders lanceren. Bas, mag ik jou één vraag stellen? Nee. Nee, dat mag niet. Vertel. Wie heeft een betere trap? Oeh. Dat is een goede vraag.
Ik zou zeggen Trippier. Ja. Vanuit stilstand, vanuit de beweging, Trent. Ik moet zeggen, je had tegen United dat schot. Ik vind Alexander-Arnold, zijn trap is wel veelzijdiger. En Trippier heeft gewoon die hele goede voorzet. Zeg maar het voor het doel slingeren. Mm-hmm. Maar Alexander-Arnold, hij scoorde bijna met dat verdekte schot, korte hoek. Die lage bal die ging echt maar een paar centimeter naast. Hij is wel heel creatief. Hij kan hem voor op de vreef nemen met de curve. Ik denk wel dat hij completer is met zijn traptechniek. Alleen Trippier, gewoon puur die voorzet. De vrije trap eigenlijk vanaf rechts voor het doel. Dan denk ik niet dat er een beter is. Dan gelijk de aansluitende vraag. Welke trap lijkt het meest op die van David Beckham? Maar een van jullie heeft wel eens in een Champions League taal ook een aantal jaar geleden de trap van Alexander-Arnold met die van Beckham vergeleken. Ja. Hoe die was jij dat, denk je? Dat weet ik niet meer. Maar over Beckham gesproken, de Engelsen hebben niet alleen drie rechte vleugelverdedigers, maar ook 15 Beckhams. Want Madison. Nou, Madison, maar ook Ward-Prowse. Die natuurlijk dit is natuurlijk ook een jongen die het record van Beckham gaat verbreken. Maar dat vind ik het leuke aan, en dat vergeten we soms, maar Beckham is wel een inspiratiebron geweest. Ook al is hij van een verkeerde club, in het geval van Trent. Maar de geschiedenis herhaalt zich altijd net op een iets andere manier. Maar Trippier en Alexander-Arnold en Ward-Prowse hebben allemaal in de jaren 90 en 2000 naar Beckham gekeken. En dachten, hey, dat wil ik ook kunnen. Mm-hmm. En ze kunnen het ook allemaal. Dat is wel leuk om te zien. Trippier heeft volgens jou dan een betere trap. Maar ik denk dat dat niet echt goed met elkaar te vergelijken. Ik denk dat vanuit stilstand Trippier net iets zuiverder en consistenter is. Maar Alexander-Arnold, vanuit beweging, die kan echt alle kanten op. Maar dat zei je net ook, geloof ik. Ik herhaal je nu gewoon. Nee, maar in het improviseren is Alexander-Arnold denk ik beter. Maar ik ben trouwens wel benieuwd, je had het erover dat Alexander-Arnold bij het EK op middenveld gaat spelen. Ja. Denk je dat, want je hebt Rice natuurlijk, dan Alexander-Arnold ernaast. Ja. En Bellingham op 10 dan? Ja. Of gaat Bellingham toch als 8 spelen? Nee. Kijk, Bellingham is nu bij Real Madrid een soort god geworden. Op een positie, dat kun je niet negeren. Je kunt niet als bondscoach zeggen, ja, allemaal leuk en aardig wat die Ancelotti heeft bedacht. En hij heeft er inderdaad 45 gemaakt in de competitie voor Real Madrid. Maar wij gaan hem nu gewoon weer even terug. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want dan ontstaat er een nationale rel in het land. Dan wordt Gareth Southgate gewoon uit zijn functie ontheven. Als hij dingen gaat doen die wel heel raar zijn. Want waarom zou je Bellingham nu terughalen? Ja, als je Rice hebt, die daar de beste ter wereld is. Als je Trent Alexander-Arnold hebt, die in ons elftal staat en dus de beste ter wereld is. En je hebt Bellingham, die misschien ook in het elftal staat. Ja, ik ben het wel met je eens. Alleen Southgate is natuurlijk wel, in zekere zin een rare vogel, dat hij een man is van gewoontes. Met Maguire, met Luke Shaw op linksback. Ja, dat is waar. Rashford, die alsmaar opgeroepen werd. Hey, wie hadden jullie nog meer kunnen kiezen? Heb je getwijfeld tussen bepaalde spelers? Ja, ik heb wel Rosario misschien van Nice. Rosario? Nee, die heeft maar 3 wedstrijden gespeeld als rechtsback. ik had het middenveld en het aanval zo staan, dat blind, gewoon in 10 seconden. Letterlijk gewoon. Ja, jij was snel. Maar over de verdedigers heb ik toch lang moeten nadenken. En dan vond ik het moeilijk om bij namen uit te komen. En ik deed net een beetje raar over jouw keuze, maar Trippier heb ik natuurlijk ook aangedacht. Trent. En er gaan heel veel backs. Frimpong bijvoorbeeld heb ik ook aangedacht. Omdat hij toch ook, als je die data ziet, en niet alleen de data assist en doelpunten, want die zijn echt waanzinnig. Ja. En daar doen we misschien een beetje geringschattend over, omdat hij zo snel is en denk je een hardloper. Maar dat zijn eigenlijk niet de statistieken van een back. We hebben hem live aan het werk gezien. Wanneer heeft hij daar gestaan als back? Bijna niet. Ja, het gaat om natuurlijk een totaalplaatje, een elftal. Absoluut. En hij heeft een bepaalde functie. Ja, hij is wingback, maar ik had hem ook kunnen kiezen. Maar ik vind wel dat je in de top moet spelen om met 1100 jaar te komen. Dat is wel een soort van regel. Want dat is toch net een ander soort druk. Want dan moet je elke wedstrijd winnen. Eens. Helemaal waar, jongens. Had Dumfries niet bij de genomineerden moeten worden? Ja, dat wilde ik vragen. Champions League finale gehaald. Ook bij Oranje natuurlijk heel bepaald geworden. Ja, daar heb ik ook aan gedacht, Denzel Dumfries. Maar je gaat al gauw als Nederlander richting Nederlanders. Je wil ze toch in de elftal helpen. Maar dan vind ik dat Trent vanaf april bij Liverpool wel een gedaante transformatie heeft ondergaan die wel echt bijzonder is. En hij is zo creatief. En Denzel Dumfries heeft het echt top gedaan. En vind ik echt een van de best presterende Nederlanders op dit moment in het buitenland, als hij fit is. Ja. Met een zekerheidje. En dat is zo erg een zekerheid zelfs, dat ik het vrij normaal vind dat Frimpong niet in de basis staat bij Oranje. Ja. Dus zo goed is die jongen. Ja. Helder. Hey, zien jullie wat Bas aan heeft? Geweldig, hè? We hebben het eens over gehad, ja. Het cadeau wat we hem hebben gegeven. Prachtige trui van Bayer Leverkusen. Staat hier heel goed, Bas. Dankjewel. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het een stuk mooier dan de VI-trui die 10 jaar oud zijn en die wij uit pure armoede dragen.
Ja, deze hebben wij natuurlijk gekocht toen wij met VI Travel op reis waren naar Leverkusen. Ja. En wanneer komt die film online? Of is die online geweest? Die komt in het nieuwe jaar online. In het nieuwe jaar pas? Jazeker, ja. Oh, dat is wachten. Om mensen nog iets om naar uit te kijken. Maar het is leuk, hè, Leverkusen? Het is echt een aanrader, absoluut. Nou, sowieso. Net over de grens. Ik denk dat Gladbach, Keulen, ja. Schalke, HSV. Wat heb je nog meer bij Leverkusen? Dortmund. Fortuna Düsseldorf. Borussia Dortmund. Dat is hartstikke leuk. Ga naar VI Travel, bestel een kaartje, rijd erheen of pak de bus. Nou. We hebben een bruggetje naar een mooie prijsvraag namelijk. Oh, daar gaat het natuurlijk over, ja. Ja, daar gaat het natuurlijk over. Want wil jij €50 te goed winnen voor VI Travel, voor een reis naar keuze? Ja, dan kan je mailen naar info, of nee, nee, niet naar info, naar totyapenstaartjevi.nl. En dan maak je kans op €50 te goed. En wat moet je doen? Je moet in die mail zetten waarom jij graag die reis wil maken, welke reis je wil maken en waarom. En ik zou ook niet vergeten om te liken en te abonneren op het YouTube-kanaal van Voetbal International als je die prijs wil winnen, want dat helpt mee. Moet je een comment plaatsen of alleen mailen? Een comment plaatsen mag ook, dan maak je meer kans. Nou, mailen, een comment plaatsen en liken, die dingen moeten afgevinkt zijn en abonneren. Ja. Anders kom je niet in aanmerking voor de prijs. We moeten streng zijn. We moeten zeker streng zijn, ja. Leverkusen. Leuk. Hebben wij Trent Alexander al in? We zetten hem in de elftal, toch? Staat in de elftal. Top, ja? Dan hebben we twee van de elf goed. Twee van de elf goed, nou mooi. Nou, dat zou ik zeggen. Jarno bedankt, Bas bedankt, Sully bedankt en jullie bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering van het elftal van het jaar.